We are Karin and Martijn from the Netherlands. And in December, we are playing the Exit Escape Room Game Advent Calendar 2023. The game is in German, we speak Dutch, we'll add some English, so we hope you can follow along. Wish us luck. 22 December nach der Schummerichen Rumpelkammer. moest u in de volgende ruimte eerst eenmaal die ogen samenknijpen. Bl Blinzelend, bl blinzend, letst u de blik over een wijde landschap glijden. U ziet groene hugen, velden, bonte bloemen, bomen, zijnen, en midden hindor vuurt een luchtend gelb gepflasterde Ah! Es ist, äh, wie heisst es? ist der Ross. In der Ferne schwebt elegant ein beeindruckender heiß Luftballon. Toto, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr in Kansas. Nein, das denke ich auch nicht. Kansas. Murmelt du leise, auch wenn kein Hund in der Kulisse zu sehen ist. Nog niet eenmaal die filmkatze schleicht hier erom. aber immerhin, den Blechman aus dem, dem Film, der Zauberer von Oz, triffst du an. Öffne jetzt Türchen 22. Dahinter findest du ein Rätselkater, ein sein seltsames Teil, Blechman. Een Blechman? De... De, hoe heet die? Tinman? Uh... Oh, de blikke man, ja. Ja, ja de tinman, ja. Oh, blik, plech, plech. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, dus uh, 22, die zit bij jou. Ik wou net zeggen, meer bij mij uh, zitten ze niet dan dit. Zo. Nou, dit is de blikke man. Ja. Die moet. Uh, die moet uitgedrukt worden. Precies. En ik heb nog een kaartje met tekst. Den Blegman veelt zijn trichterhoed. Dus ja. hij heeft zijn trechterhoed niet. Nee. En schrauben wären ook ganz schrauben? Schroeven? Ja, schroeven draaien was dan schroeven draaien. Ja, schroeven. Dus hij mist schroeven en zijn hoed. Want er zitten ook gaten in hem. hè? Ja. Wo liegt das zeug nog rum? Dus waar ligt dat gebeuren? Waar ligt dat? Aan het beste du dich mal om. Um. Een ja. beetje rondkijken. Den code erkens du af die snelle, is alles eerst aan oord Stelle. Ik denk eerst deze objecten. Eerst, eerst de blikken man in orde maken. Ja. En dan herken je de code wel. Ja, oké. Okay. Dus we zoeken een, een trechter. Een trechter en schroeven. Ja. Maar ook even in het kamertje kijken, denk ik. Ja, ja, zeker. Straks liggen ze daar. Ja, als ze. Oh, nou. Oh nee. Ik dacht, hé, hey, dit is al een van de schroeven. Maar dit is. Uh, Iets wat, ander, wat dan uit een ander kamertje komt, inderdaad. Dit is. Ja. Die ernaast is niet. Nee, dit onze. is kamertje 1. Oh. Dit is een filmblik, het kamertje 1. Maar ik Hoe krijg, kan dat? Ja. Dat heeft een hele reis gemaakt. Maar goed. Uh, ik zie het land van Os. Met een... De uh, Yellow Brick Road? Ja, right? met een gele weg. En ik zie in de verte ook de stad van Smaragd. De groene... Yeah. Waar, daar zit uh, de tovenaar van Os. Ik heb de film niet recent gezien. Nou, recent... Ik ook niet. Of een van de films. Uh, ja, meerdere inderdaad. Maar... Ik mee heb de, de originele wel eens gezien. Ik ook, maar ook de Wiz. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat het kamertje ons veel uh, gaat helpen. Uh, nee. Nou, ik had wel haarspeltjes inleggen, maar schroeven. We... Nee, of een tinnen hoed. Hmm. Ja, zoeken. Er staan wel voorbeelden hier van de schroeven, hoe ze er ongeveer uit moeten zien. Ja. Ik zie een schroef in die lamp uh, die, die hier op de deksel staat, maar. Een schroef? Nee, ik weet het niet. Hier is een schroef. Ja, er zitten heel veel schroeven. Hier is wat schroeven. Ja. Hier staan schroeven. Ah. Nou, ik, ja, ik had ook het gevoel dat ik het wel. De... En hier is de trechter, Hé. Hey. Nou. Dus ik denk dat als je nummer, uh, ik weet niet, waar is hij? Hier is hij gebleven. Dus hij moet, denk ik, zo en dan. Ja. Denk je niet? Zeker. Ik, het is echt grappig, omdat ik zeker, ik dacht gewoon, ik heb. Ergens schroeven gezien. Maar ik wist niet meer waar. Maar dat is natuurlijk op dat ding, omdat we die elke dag gebruiken. Ja, dit is het. 162. 162. Nou, dat is toch leuk? Ga je even? Ik uh, wil dat. Ja? Naar, naar rechts? Omhoog. Omhoog? Links omhoog. Links omhoog. En dat is zeshoek, driehoek, ei. Zeker weten. Bam. Nou, inmiddels is het aantal deurtjes uh, beperkt. Ja. Het aantal vrije deurtjes bedoel ik. Sterker nog, ja, dit is de enige die nog vrij is. Dus dat wordt interessant morgen. Maar het is nooit het laatste kamertje.